Er zijn al meerdere onderzoeken geweest naar de darmflora bij de ziekte van Parkinson. En het eerste onderzoek dat daarna is uitgevoerd is in 2015 gepubliceerd. Dat is nog vrij recent eigenlijk. En dat komt omdat het eigenlijk nog maar een paar jaar enigszins betaalbaar is om die hele darmflora in kaart te brengen. Daarvoor konden we wel kijken naar specifieke bacteriën in die darmflora. Maar het is natuurlijk veel interessanter om die hele darmflora te bekijken. Zodat we precies kunnen zien welke verschillen er nou allemaal optreden in die darmflora bij Parkinson-patiënten. En sinds 2015 zijn er 16 onderzoeken geweest die dit hebben gedaan. En die laten allemaal zien dat er verschillen zijn tussen Parkinson-patiënten aan de ene kant en gezonde controles, zoals we dat dan noemen, aan de andere kant. Mensen van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht, waarmee wordt vergeleken. Er zijn alleen wel een paar problemen met de eerdere onderzoeken die zijn gedaan. Zo zien we onder andere dat de meeste onderzoeken hebben eigenlijk alleen gekeken naar al behandelde patiënten. Dat is lastig, want gezonde controles nemen geen Parkinson-medicijnen. Dus weten we niet welke veranderingen nou te maken hebben met de Parkinson en welke veranderingen nou te maken hebben met de Parkinson-medicatie. Aan de andere kant zien we dat Parkinson-patiënten heel erg verschillend zijn. Dus waar de ene Parkinson-patiënt last van heeft, hoeft de ander nog geen last van te krijgen. En het zou dus heel goed kunnen dat bijvoorbeeld de darmflora ook niet voor iedereen even relevant is. Omdat er misschien verschillende oorzaken ook voor deze verschillende groepen zijn. Zo heeft bijvoorbeeld ook niet iedere Parkinson-patiënt erg veel last van constipatie. Dus het zou maar zo kunnen dat voor die groep het minder relevant is. Nou, er zijn eigenlijk twee onderzoeken in Nederland op dit moment die twee problemen proberen aan te pakken. Het eerste onderzoek is het DUPARC-onderzoek in Groningen. Daarbij ben ik zelf betrokken. Het DUPARC-onderzoek onderzoekt eigenlijk nog niet behandelde Parkinson-patiënten. En dat is heel erg belangrijk, want op deze manier kunnen we dus zien welke veranderingen in de darmflora echt bij de ziekte van Parkinson horen en welke veranderingen achteraf gezien dus met de medicatie hadden te maken. Het tweede onderzoek is het Parkinson op maat onderzoek. En daarbij wordt juist heel goed gekeken naar de verschillen tussen Parkinson-patiënten. Met allemaal objectieve markers, zoals dat horloge dat wordt gedragen en ook verschillende scans. En daarbij kunnen we dus Parkinson-patiënten in verschillende groepen indelen. En omdat het Parkinson op maat onderzoek ook naar de darmflora kijkt, kunnen we dus kijken of de veranderingen die we vinden bij Parkinson-patiënten misschien vooral belangrijk zijn voor bepaalde groepen en voor anderen misschien minder of niet relevant zijn. Voor beide onderzoek worden er nog steeds mensen gezocht die aan het onderzoek willen deelnemen. Voor DUPARC-onderzoek zijn we op dit moment met name op zoek naar gezonde controles. Mensen van dezelfde leeftijd, hetzelfde geslacht. En daarbij zijn we eigenlijk vooral op zoek naar mannen tussen ongeveer de 45 en 85 jaar die hieraan willen meedoen. En die dus zelf niet de ziekte van Parkinson hebben. En die wonen in de noordelijke drie provincies, omdat al onze deelnemers met de ziekte van Parkinson ook uit dit gebied komen. Dus dat willen we ook allemaal zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Voor de Parkinson op maatstudie zijn de onderzoekers nog op zoek naar Parkinson-patiënten tussen de 0 en 5 jaar na de diagnose. En mensen die zich daarvoor willen aanmelden, kunnen dat doen op de Parkinson op maat website. Voor DUPARC-onderzoek kan er worden gemaild naar dupark@neuro.umcg.nl.